Hallo iedereen, welkom weer bij een nieuwe video. Deze keer heb ik een video die net ietsje anders is als normaal. Maar het leek me wel heel erg leuk om deze op te nemen. Omdat ik laatst een hele fijne budget fashion hack had bedacht. En ik had iets ervan, die moet ik echt met jullie gaan delen. Dus als je ook dol bent op hacks, geef dan vooral een duimpje omhoog alvast. En ja, laten we gewoon verder gaan met de video. En dan ga ik jullie laten zien waar ik het over heb. Nou, ik vind al die flared pants en die broeken die wat wijder zijn laatst tijd echt super leuk om te dragen. Het enige probleem is dat 9 van de 10 keer deze broeken te lang voor mij zijn. Ik ben niet per se heel erg klein of zo, maar toch zijn 9 van de 10 keer deze broeken allemaal te lang. Ik heb hier bijvoorbeeld een heel leuk luipaard denim flaresje. En die was echt gewoon 4 of 5 centimeter te lang. En dat wil je niet, want dan loop je op je stof. Dat gaat dan kapot en dan wordt je broek lelijk. Dus wat je dan kan doen is natuurlijk naar de kledingmaker gaan en hem in laten korten. Maar dat kost vaak vanaf 10 euro. Nou ja, mocht je daar geen tijd of geld voor hebben, dan is het natuurlijk ook heel erg fijn om het zelf te kunnen doen. Ik heb thuis gewoon een naaimachine staan, dus daar kan je natuurlijk heel makkelijk een broek korter mee maken, omzomen. Maar ik ben ook niet de allerbeste en het gaat mij ook niet altijd goed. En ik kan me voorstellen dat niet iedereen thuis een naaimachine heeft staan. Dus daar heb ik een hele fijne oplossing voor. En dat is een zoomband. Specifiek heb ik het vandaag over deze zoomband. Het lijkt in dit geval een beetje een soort van propje plastic. Maar dit is de zoomband van IKEA. Die is super budgetproof. Je krijgt namelijk 10 meter voor 1,99 euro. En een zoomband is eigenlijk gewoon een hulpmiddel waarmee je zonder naald en draad een broek kan omzomen eigenlijk. En met omzomen bedoel je dat je het zeg maar netjes gaat afwerken. Nou heb ik hier mijn leopard flare broekje. En daar heb ik deze zoomband dus al op uitgeprobeerd. En dat werkte echt gewoon super goed. Zoals je hier kan zien heb ik deze flared broek afgeknipt. Nou ja, ik heb het niet eens echt heel erg netjes gedaan. Het was eigenlijk best wel snel. Kijk, hier heb ik echt zo'n hapje eruit. En dat is natuurlijk niet zo heel erg mooi. Want als je zo'n stofje gewoon zo laat, dan gaat het een beetje omkrullen. En dat vond ik gewoon bij zo'n broek niet heel erg mooi staan. Dus wat ik heb gedaan is hier tussen, dus hier zo waar mijn vinger overheen gaat, daar doe je de zoomband. En die strijk je dicht. En dan krijg je gewoon dit super mooie afgewerkte resultaat. Zoals je hier ziet. Ik heb hier een super leuke rode pantalon. En dit stofje is super chill. Want hij is lekker flowy. Maar aan de andere kant is het niet heel erg fijn. Omdat hij gewoon niet lekker blijft zitten. Ik heb hem dus laatst met twee steekjes aan de zijkant vastgezet. Ik weet niet of je het kan zien. Hier zo zit het steekje. Maar alsnog blijft dit pijpje, ik weet niet, kijk, blijft hij gewoon niet heel erg mooi zitten. En gaat hij gewoon gedurende de dag gaat hij een beetje weer omflappen. Dus ik dacht, dit is de ideale broek om deze zoomband op te laten zien voor jullie. Dus ik ga even dit steekje loshalen. En dan ga ik jullie laten zien wat je dus kan doen met die zoomband. En waarom het zo ontzettend handig is. Dus wat heb je nodig voor deze do-it-yourself hack? Nou, uiteraard een kledingstuk of een stuk stof dat je wilt gaan omzomen. Verder heb je dus ook de zoomband nodig. En die ziet er zo uit. Het is best wel een apart spul. Het handige hieraan is dat je het eigenlijk gewoon zo los kan trekken. Dus je hebt ook niet per se iets van een extra schaar nodig. Wat heel erg chill is. Verder heb ik hier naast mij een mini strijkplank staan. Want dan kan je dan even opstrijken. Heb je dat niet, dan kan het ook gewoon op de vloer of op een tafel of iets dergelijks. En een strijk... Hoe heet dit? Strijkijzer. Een strijkijzer. Zo, ik heb hier eventjes de broek neergelegd. En ik had al van tevoren afgemeten dat ik hem graag 3 keer wil gaan omrollen. Want dat is de juiste lengte voor mij. Nou moet je een stukje zoomband gaan nemen die zeg maar even lang is als jouw broekspijp. Dus ik doe gewoon nog een klein beetje aan de buitenkant hierover en een klein beetje hier. Want dan weet ik zeker dat ik genoeg heb. En dan ga je gewoon heel makkelijk dit afbreken. Het is echt super easy. En dan is dit het stukje wat je gaat gebruiken. Ik pak nu hier de zoomband en die ga ik nu tussen de broekspijp, dus hieronder, en de opgerolde laag leggen. Dus die komt gewoon hieronder. Ik heb hier nu de zoomband dus tussen deze twee stukken stof gelegd. En de strijkbout die gaat straks deze zoomband laten smelten, zodat het eigenlijk gewoon werkt als lijm. Dus zorg er wel voor dat de zoomband niet hier voorbij komt. Want als je dus hem zo hebt liggen, dan ga je gewoon dat stukje lijm zien. Dus je moet hem echt helemaal zo eronder leggen. En dan ook nog een beetje netjes. Zo, ik heb er heel eventjes een papiertje tussen gedaan. Want ik zat te twijfelen of deze stof wel geschikt was om meteen met de strijkijzer op te gaan. Dus je kan ook iets van een theedoek gebruiken of iets dergelijks. Het moet wel een klein beetje langzaam zijn, zodat er wel genoeg hitte opkomt en de zoomband gaat smelten. Dus dat kan je ondertussen ook gewoon een beetje gaan kijken. Door gewoon weer even dit af te halen. En te checken of het al een beetje smelt.
Zo, ik heb inmiddels allebei de broekspijpjes gedaan. En zoals je kan zien zit hij er gewoon helemaal netjes in. Hij is nog een klein beetje warm. En ik moet zeggen dat ik het strijkijzer ook wat langer op moest houden. Omdat anders het lijm niet wilde smelten. Dat komt omdat ik de broek dus 3 keer moest oprollen. Dus dat betekent dat er wat meer stof tussen zit. Maar het is gelukt. Als je zo kijkt dan zie je gewoon dat hij is vastgelijmd. Dus ik heb hier een zo'n band gedaan. En aan de andere kant ook. En ik heb hetzelfde gedaan voor deze andere. En het ziet er echt super netjes uit, vind ik. En zo ziet de broek uit als ik hem aan heb. Zoals je kan zien, bloot enkeltje. Want dat vind ik toch wel het mooiste staan bij deze broek. Het ziet er wel heel erg mooi uit. Echt een beetje gewoon alsof hij gewoon goed opgerold is. Of dat het hoort. Ik ben er echt heel erg blij mee dat het zo is gelukt. Ga ik verder naar het volgende item. Dit is een super leuk t-shirtje van Wrangler. Deze heb ik best wel vaak aan. En wat je misschien altijd vaak ziet als ik een t-shirt draag. Is dat ik de mouwtjes ook omrol. Ik vind het gewoon vaak net iets leuker staan bij t-shirts. En het is ook een tip. Mocht je zeg maar een t-shirt hebben die misschien net een maatje of 2 te groot is. Als je je mouwtjes omrolt, geeft dat je shirt net meteen een heel ander soort look. En zorgt ervoor dat hij net wat beter past eigenlijk. Hij lijkt net wat meer klein of wat minder oversized omdat je erin verdrinkt, zeg maar. Nou is dit shirt niet te groot of iets dergelijks, maar ik vind gewoon de look van opgerolde mouwtjes net ietsje leuker dan als het gewoon normaal hangt. En het ligt een beetje aan per shirt in hoeverre zo'n opgerold mouwtje blijft hangen. Maar in het geval van dit shirt merk ik dat hij gedurende de dag toch weer een beetje terug gaat rollen en dat hij niet zo heel goed blijft zitten. Dus ik dacht, deze zoomband is ook super fijn om hiervoor te gebruiken. En dat zorgt er gewoon voor dat mijn mouwtje de hele dag door netjes blijft zitten. En dat is wel echt heel erg chill. Dus we gaan hetzelfde doen wat we net bij de rode broek hebben gedaan. Maar dan op de mouwen van dit shirtje. Tadaa, dit is het resultaat geworden. Het mouwtje zit nu helemaal vast, ziet er echt super netjes uit. Als je heel goed kijkt, dan zie je hier wel een klein beetje soort van nog het lijm zitten. Dus dat heb ik niet zo heel erg netjes gedaan. Maar ik denk dat je dat gewoon gedurende wanneer je dit draagt echt niet gaat zien. En ik vind het echt super netjes en afgewerkt uitzien. En het was super makkelijk. Dus zoals ik al eerder zei, je kan het natuurlijk ook gewoon met de naaimachine doen. Maar het duurt echt maar iets van 5 minuutjes en dan heb je helemaal je shirtje afgewerkt. En het ziet er gewoon heel erg netjes uit. En het is gewoon heel erg fijn als je gewoon niet zo heel goed met naald en draad om kan gaan. Dus ik ga even snel het andere mouwtje doen en dan ga ik jullie het eindresultaat laten zien. Tada! En dit is het t-shirt geworden. Ik vind het echt super mooi uitzien. Echt gewoon alsof het... Alsof het hoort eigenlijk als het ware. En het is gewoon heel erg lekker dat ik gewoon nu dit shirt aan kan doen. En dat hij gewoon meteen goed zit. En dat ik niet de mouwtjes nog even hoef op te stropen. Of het gedurende de dag in de gaten moet houden. Dus zo ziet het eruit. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ja. Best wel netjes gewoon. En het fijne is trouwens dat je gewoon de broek en het t-shirt gewoon kan wassen. En het blijft gewoon zitten op deze manier. Dus dat is deze budget fashion hack. Ik hoop dat je hem leuk vond om te zien. Het is echt super makkelijk om te doen. En nogmaals, het is echt gewoon heel erg budgetvriendelijk. En ik denk gewoon dat eigenlijk iedereen dit gewoon zou moeten kunnen. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat ik een manier heb gevonden om op gewoon een hele makkelijke, snelle en goedkope manier mijn broeken wat korter te maken. Want zoals ik al zei, dat is echt heel vaak nodig. En mijn t-shirtjes vind ik gewoon net wat leuker om op deze manier te dragen. Ik hoop dat ik in deze video een beetje duidelijk heb laten zien hoe je dit dus voor elkaar krijgt. Laat me vooral eventjes in de comments weten als je nog een vraag hebt over hoe je dit doet. Of als misschien iets niet helemaal duidelijk was. Ik zal ook even in de beschrijving een linkje plaatsen naar deze zoomband bij de IKEA. Mocht je niet in de buurt zijn van de IKEA, dan kan je zo'n zoomband trouwens ook bij de HEMA of bij een andere hobbyzaak kopen. Maar deze van de IKEA is wel wat goedkoper. En werkt ook gewoon echt heel erg goed. Dus ik zou zeggen, als je al een stapel broeken thuis hebt liggen die misschien te lang zijn. In ieder geval bij mij is het zo vaak dat ik gewoon
kleding aan het opstapelen ben omdat ik geen zin heb om het aan te passen. Ik zou zeggen, ga naar deze video gelijk een zomermand aanschaffen en fix gewoon die kleding. En dan heb je gewoon weer leuke outfitjes om te dragen de komende tijd. Ik hoop dat deze video leuk vond om te zien. Geef me vooral een duimpje omhoog als je deze fashion hack ook heel erg handig vond. En laat me vooral even weten wat jouw allerlaatste aankoop is geweest. Een broek, een jurkje, een shirtje, wat dan ook. Laat het eventjes weten in de comments. Ik vind het altijd heel erg gezellig om te zien. En dan zie ik je heel snel weer in de volgende video. Doei!